Ja, goedenavond lieve mensen. Fijn dat jullie er zijn vanavond. We gaan weer verder met onze cursus. Het leren, het ontwikkelen van je geestelijke ogen en je oren. Een heel belangrijk thema dat we een aantal weken geleden zijn begonnen. En zeker ons zal helpen ook om gevoeliger te worden voor dat wat de Heilige Geest ook door ons wil zeggen. En ik denk dat een van de dingen waarmee we ons ook eigenlijk bezig moeten houden, is natuurlijk wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, want daar gaat het uiteindelijk om. Wat wil God van mij? Wat is het doel voor, hè? Niet alleen voor mijn leven, maar ook voor de dag van vandaag? Is er iets bijzonders dat God wil doen door mij? En al deze dingen hebben natuurlijk bepaalde aanwijzingen nodig en die krijgen we door de Heilige Geest. Dus het is heel belangrijk dat we ook gevoelig worden voor de stem van de Geest en weten hoe Hij met ons communiceert. Dus daar gaan we het vanavond ook weer eventjes over hebben. Laten we eerst beginnen met het gebed en dan de Heer vragen ook deze tijd te zegenen. Heer, we danken U voor deze mogelijkheid die we hebben om even samen te komen. En we willen eigenlijk, Vader, leren hoe we ook Uw stem beter kunnen waarnemen. Hoe we gevoeliger kunnen worden voor het horen, Vader, maar ook het zien van die dingen die ook een geestelijke betekenis hebben in ons leven. Ik dank U dat U vanavond ook hier bent om ons dat ook duidelijker te maken. Vader, we bidden dat U die dingen, Vader, ja, naar ons toe brengt, zodat wij ook ze kunnen pakken en dat we ze kunnen gebruiken, dat we kunnen zeggen, dat heb ik, ik begrijp het, ik duw het erin, maar ik hou het aan vast. En ik dank U voor alle openbaringen die U ons geeft, Vader, dat U ons de weg toont, ook als wij soms menen, er is geen weg, Vader, U heeft er een voor ons. Ik dank U gewoon daarvoor, in de naam van Jezus. Amen. Ja, het thema is jullie bekend natuurlijk, dus in de afgelopen weken hebben we over een aantal dingen gesproken die ons laten zien hoe belangrijk het eigenlijk is, ook om met je geestelijke ogen en oren beginnen dingen waar te nemen. Voor mij gaat het hoofdzakelijk daarom dat wij leren ook in onze omgeving, ook onze dagelijkse omgeving, dingen waar te nemen die we normaal gesproken geen aandacht aan besteden. En dat resulteert meestal vanuit routine. Weet je wel, je bent vertrouwd met je omgeving, dus je weet waar alles staat, waar alles is. Je kent de handelingen die je dagelijks maakt. En dan vallen die dingen gewoon niet zo op zoals ze het normaal zouden doen voor een vreemde die naar binnen komt. Als iemand je huis binnenkomt op bezoek, dan bekijkt hij meestal de foto's aan de muur, weet je wel. Of een bepaalde schilderijen die je hebt. En hey, wat mooi. En voor jou zijn die heel vertrouwd en die zie je elke dag natuurlijk. Maar voor iemand die vreemd is en nieuw is, is dat wat nieuws. En zo is het eigenlijk ook met ons. We worden langzaam maar zeker een beetje, hoe kan ik zeggen, zo vertrouwd met onze omgeving, dat we vergeten uit te kijken naar wat de Heilige Geest misschien wil zeggen tegen ons, of ons wil laten zien. Dus ik heb geleerd over de jaren mijn omgeving altijd opnieuw te bekijken. Dus altijd met de gedachte, niet alleen wat ben ik, maar hier is er iets dat U tot mij wilt zeggen, doordat ook wat mij op dit moment vertrouwd is. Want het kan heel goed zijn dat Hij dat wil gebruiken. Dus het gaat eigenlijk om de waarneming van de leiding van de Heilige Geest in ons leven. En we weten natuurlijk dat ook het woord van de Heer, het woord van God heel duidelijk zegt in Romeinen 8:14, alle die door de Geest van God worden geleid zijn kinderen van God. Dus de kinderen van God worden door de Geest geleid. En dat is natuurlijk ook belangrijk dat we dat ook herkennen en weten, oké, ik ben een kind van God, dus ik word door de Geest geleid. Dus om die stap te begrijpen die God voor ons verwacht natuurlijk, is het ook van grootste belang om de taal te leren die God gebruikt om met ons te communiceren. Dat is een van de eerste lessen waarover we gesproken hebben. En hoe zich deze taal in jouw leven manifesteert, hangt eigenlijk af van je persoonlijkheid en van je gevoeligheid voor geestelijke indrukken. En ik weet dat er een groot verschil ligt tussen mensen. Ik weet dat sommige mensen heel gevoelig zijn voor bepaalde dingen die met God te doen hebben, en anderen misschien wat minder. En dat ligt aan je persoonlijkheid. Het ligt misschien aan je ontwikkeling, hoeveel tijd je besteedt met de Heer, met het woord of verschillende zulke dingen. Maar er zitten verschillen tussen. Het is ook niet de bedoeling dat we proberen ook kopieerd te worden van elkaar. Hè? Zoals papegaaien of zoiets. Maar het is wel de bedoeling dat een ieder zijn gevoeligheid kent. En deze gevoeligheid ook nagaat om die dingen waar te nemen waarvan je weet, die zijn voor mij bestemd. Dus het is iets dat God mij wil zeggen en Hij zegt het tot mij op een manier waar ik het kan begrijpen. En daarom vind ik het juist zo mooi, want de Geest
doet dingen op verschillende manieren, maar het is nog steeds dezelfde Heilige Geest. Ja, dat zien we ook met de gaven van de Geest. Verschillende gaven, maar één en dezelfde Geest. Dus ook hoe God met ons praat, kan misschien op verschillende manieren zijn, maar we leren de stem van God te kennen en we weten, dit is hoe de Heilige Geest met mij praat. En voor de ene is het misschien anders dan voor de ander. Maar het is nog steeds dezelfde Heilige Geest. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want ik geloof dat deze gevoeligheid die wij uiteindelijk hebben, dat we ook kunnen scherpen. Dat we ook dingen kunnen doen die ervoor zorgen dat zelfs dat wat wij op onze manier te weten krijgen sneller opgepakt wordt als ooit tevoren. Dus dat we gevoeliger worden voor de Heilige Geest. Dat het niet meer zo lang moet duren. Dus om je gevoeligheid te verbeteren kun je bepaalde dingen doen natuurlijk. Bijvoorbeeld onnodige afleiding elimineren. Dingen die misschien je aandacht wegtrekken. Gewoon even elimineren. Ik heb heel vaak gezegd, ook als je in gebed gaat, dan sluit je je ogen. En een hoop mensen vragen zich soms af waarom. Nou ja, om niet afgeleid te worden. Dat is een van de redenen waarom je dat doet. Wil niet zeggen dat je niet kunt binnen met je ogen open. Natuurlijk kun je dat. Maar het schijnt een stuk gemakkelijker te zijn als je je ogen dicht doet natuurlijk. En zo is het eigenlijk ook met die dingen van de geest. En dat kan misschien je televisie zijn of je sociale media berichten op je telefoon. Die kunnen ook heel afleidend zijn. En ik heb gemerkt dat in hedendaagse tijd, omdat we die mobieltjes heel veel gebruiken, dat die een hele sterke afleiding kunnen zijn. Ik las toevallig een artikel gisteren. Daar stond erin dat een hoop mensen, en ouders in bijzonder, maar ook kinderen, teruggaan naar stomme telefoons, noemen ze dat. Ja. Dus geen smartphones, maar domme telefoons. Domphones, hoe wij je ook wil noemen. En met andere woorden, niet al deze features hebben, weet je wel, waar je beelden kunt zien en zulke dingen, maar gewoon telefoneren, dat was het. Omdat ze een probleem hebben dat ze te vaak ermee hanteren, te vaak ernaar kijken en worden afgeleid. En dat is natuurlijk niet goed. En ik denk dat wij als christenen ook afgeleid kunnen worden door dingen die te veel tijd in aanspraak nemen en verhinderen dat wij echt van de Heilige Geest kunnen horen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En eigenlijk is het zo dat als wij met iets zitten waarvoor we antwoorden nodig hebben, dan gaan we zoeken. Dan gaan we naar de Heer toe. Hè? Als iets je dwars zit misschien en je wil van God horen, dan ga je bidden. Dan ga je bidden, dan ga je God vragen je antwoorden te geven of je gaat je Bijbel lezen. In ieder geval ga je je bezighouden met die dingen die met het Koninkrijk van God te doen hebben natuurlijk. Dus die verbinding die ga je tot stand brengen. Hè? Wat ook goed is als je profetische woorden hebt gekregen over de jaren, begin die nog een keertje door te lezen. Dus als je een antwoord zoekt, ga je Bijbel lezen, ga bidden, ga profetie opzoeken die je hebt gekregen, ga die nog een keertje doorlezen. Maar hou je gewoon bezig met die dingen waarvan je weet, die geven me inspiratie en die laten mijn geest opleven, zodat ik ook beter contact kan hebben met de Heilige Geest en ook kan horen wat Hij te zeggen heeft. Hè? Een van de belangrijkste dingen heb ik gemerkt, daar had Georgette de verleden week over, was staat het over, komt dit vanuit je ziel of komt dit vanuit je geest? En we hadden het toevallig over profetische woorden natuurlijk. Dus die gedachten die hoog komen, komen die nou uit je ziel? Of komen die echt van de geest van God? En ik heb gemerkt dat als je van God wilt horen, dan moet je ziel tot rust komen. Want je ziel, daar zitten ook je emoties. En emoties kunnen een grote blokkade zijn voor dat wat God eigenlijk tot jou wil zeggen. Omdat die emoties je zo overstuur maken soms en zo bezighouden dat je de stem van God niet kunt waarnemen. Dus je ziel moet eerst maar recht te rust komen. En dat is heel belangrijk. En in Psalm 62, vers 6, staat dit. Zoek rust mijn ziel bij God en bij Hem alleen en van Hem blijf ik alles verwachten. Dus deze emoties, weet je wel. En heel vaak is het zo als we in een bepaalde situatie zitten waar iets is gebeurd en de een is misschien helemaal overstuurd. Dan heb je de ander misschien, de partner die misschien een beetje niet zo overstuur raakt. Die dan dat een beetje tot bedaren kan brengen. Een beetje rust kan brengen in de situatie, weet je wel. Een beetje het evengewicht weer eventjes herstellen is natuurlijk heel belangrijk. En ik denk dat wij heel vaak proberen vanuit deze emoties ons uit te strekken naar God om een antwoord te krijgen voor onze situatie. En dat gaat moeilijk worden, dat gaat lastig worden. Want dan krijg je waarschijnlijk iets wederom vanuit je ziel,
waarvan je de mening bent, oh, dat is per se wat God wil dat ik ga doen, dan ga je op reageren. Dus uiteindelijk ga je reageren vanuit je emoties, niet vanuit je geest. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Nou, dus heel belangrijk, eerst maar tot rust komen en dan tijd met de Heer verbrengen. Ga bidden en ga kijken wat de Heer te zeggen heeft. Dus als je leven te druk is natuurlijk en je aandacht alleen maar op je dagelijkse taken gericht is, dan ga je ook moeite hebben de geest van God waar te nemen. Nou, het is niet zo dat de Heilige Geest zegt, ik wil dat je volledig stil bent. Weet je wel, creëer een ruimte van stilte, volle aandacht, weet je wel, zodat ik tot je kan spreken. Zo is het natuurlijk niet, daar gaat het ook niet om. Hè? Het is, hoe kan ik zeggen, het is een situatie waar jij je gevoelens moet meesteren. Hè? En op een plek moet komen waar deze gevoelens geen bovenhand krijgen, maar eerder de geest van God. Daar moet je aan werken. Het gebeurt niet vanzelf, maar daar moet je echt aan werken. Dus deze rustfase moet je hebben om echt de geest waar te kunnen nemen en niet vanuit de ziel beginnen te reageren en beginnen te handelen. Zo, de Heilige Geest stelt dus geen eisen, hè, wat hij verwacht zodat we hem kunnen horen. Maar ik denk dat wij onszelf van onszelf moeten eisen dat wij op een plek komen waar we, hoe kan ik zeggen, waar we gevoeliger zullen worden voordat we de geest ons wil zeggen. En dat kunnen we vaak alleen maar doen als we bepaalde dingen, een bepaalde afleiding eerst maar uit de weg ruimen. En gewoon zeggen, ik moet maar eventjes in mijn kamertje, ik moet maar even stil zijn. Dat is me allemaal te veel, weet je wel. Ik trek me even terug en ik ga maar even een beetje tijd met God verbrengen op die manier, want ik heb duidelijkheid nodig. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Zo, de Heilige Geest is natuurlijk een hele sterke drijvende kracht achter onze relatie met de Heer. Ja, zijn aanwezigheid is constant. Het maakt zich eigenlijk ten alle tijden kenbaar. De Heilige Geest is niet alleen maar aanwezig als we hem nodig hebben. Hij woont in ons, hij is een deel van ons. Dus hij is er eigenlijk altijd. Hij moet altijd gehoord kunnen worden, je moet altijd tot hem kunnen spreken. Je moet altijd mogelijkheid hebben om te kunnen communiceren natuurlijk. Dus het is belangrijk dat wij weten dat alles wat er in deze wereld gebeurt is eigenlijk, hoe kan ik zeggen, is eigenlijk veranderbaar. Met andere woorden, niets is eigenlijk permanent. Ik bekijk deze wereld als van God geschapen en ik zie deze wereld met bepaalde wetten die ervoor zorgen dat ze overeind blijft. Ja, de wet van gravity, zwaargewicht. En de wet van zaaien en oogsten natuurlijk, al deze dingen weet je wel. Maar God heeft deze wet in plaats gezet. Dus als hij ervoor verantwoordelijk is geweest, mag hij ze ook veranderen. Hij is God. Of niet? Dus elke situatie is eigenlijk onderhevig aan hem. Als hij de mening is, ik kan de verandering brengen, dan kan hij het doen, want hij is God. En daarom is geen situatie permanent. Maar alles is onderhevig aan hem en aan zijn woord. En heel vaak moeten wij herkennen dat juist daarom God gekozen heeft het geschapene, dat wat hij gecreëerd heeft, te gebruiken om die veranderingen te brengen die voor ons dan ook duidelijk te zien en te horen zijn. Ik had jullie eerder gezegd dat Jezus, elke gelijkenis die Jezus gebruikte, had altijd met iets te doen wat ons bekend was. De natuur, of het nu het zaad was, of het nu andere dingen waren, de vijgenboom, weet je, allemaal. Overal zat een gelijkenis in. En elke gelijkenis die Jezus had, had met het geschapene, dus met de natuur te doen. En hij maakte een brug daarvan naar het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is als. Ja. En dat alles is altijd iets waar we zeggen, oh ja, dat ken ik. Begrijp je bedoel? Ja. Dus ook op het gebied van het horen van de stem van God en het zien van die dingen die God wil dat wij te zien krijgen, die zullen altijd een verbinding hebben met dat wat God geschapen heeft. Dus met de natuur, met onze omgeving, met dat wat wij dagelijks waarnemen. Okay? Dus hij gebruikt geen abstracte dingen, maar hij zal juist dat gebruiken
wat jou bekend is, om juist die boodschap te leveren, die jij dan kan begrijpen om te kunnen handelen. Ja. Dus hij maakt het niet moeilijk en ingewikkeld. Hij probeert het niet op een geestelijk vlak te brengen waar jij zegt, ik versta de wereld niet meer. Maar hij gebruikt juist die dingen die je wel begrijpt, om daar duidelijk te maken wat van jou verlangd wordt. En dat is juist het mooie, vind ik. Want ik denk dat we soms het gevoel hebben dat God, weet je, hij is zo ver weg. En hij doet dingen op zo'n manier dat ik eigenlijk nooit zou kunnen weten waarom het eigenlijk gaat. Maar dat is niet zo. Maar juist omdat hij die dingen gebruikt die ons vertrouwd zijn, vergeten wij soms daar aandacht aan te schenken. Omdat het ons vertrouwd is. En dat is natuurlijk lastig. Ik denk dat God ervoor gaat zorgen dat onze ogen en oren dingen te zien en horen zullen krijgen die het natuurlijke spectrum, noem ik het, verbinden met het bovennatuurlijke van Gods Koninkrijk. Dus deze verbinding zal altijd bestaan. Altijd bestaan. Van het natuurlijke spectrum toe het spectrum van Gods Koninkrijk. En dan ga ik jullie een paar voorbeelden geven vanavond. Oké? Okay? Dat gaat interessant worden. Ik ga jullie verhaaltjes vertellen. 3 verhaaltjes. En deze verhaaltjes die kunnen plaatsgenomen hebben, ja. En ik geloof dat God ook op deze manier werkt. Maar kijk maar hoe je er zelf tegenover staat. En ik heb gewoon de namen van individuen veranderd, want ik geloof dat sommige deze verhalen zie je misschien jezelf terug. En ik denk, ik verander de naam, maar anders om de onschuldige te... Nou ja, goed, jullie kennen hem. Zo, Peter is een klusjesman en hij werkt heel veel met een hamer. Op een gegeven moment kan hij het nergens meer vinden. Hij heeft het ergens neergelegd, weet je wel, hij is aan het hameren en weet je wel, legt het neer, hij is ergens bezig en waar is mijn hamer? Dus begon hij daarna te zoeken, maar wat hij niet weet is dat God deze zoektocht zou gebruiken om hem een boodschap te geven. In feite heeft hij gebeden voor een antwoord op een kans waarvan hij niet zeker weet of hij eraan zal deelnemen. Dus hij is aan het werk, maar hij... Dus hem is iets verteld. Waarom doe je niet eraan mee? Hij weet het niet. Dus daar moet ik over bidden. Dus hij is aan het bidden. Hij is aan het werken. Ja, hij doet zijn klusjes. En God gaat dit gebruiken. Nou, plotseling is de hamer gevonden. Maar het lag naast een reclamefolder. Die nu de aandacht van Peter trekt. En op het blad stond een advertentie voor de boer-burgerbeweging. Maar toen hij keek, zag hij slechts 2 kleine woorden die zijn aandacht trokken. Doe mee. Doe mee. Nou, voor Peter ging het niet erom zich bij de beweging aan te sluiten. Maar hij voelde eerder dat de Heilige Geest tot hem sprak. En hem door die 2 kleine woordjes rechtstreeks bevestigde waarvoor hij aan het bidden was. Nou, kunnen jullie je daarin terugvinden? Iets alledaags. Iets dat voor een normale, misschien een andere persoon zou zijn. Joh, dat is maar een reclamefoldertje. Waar heb je het over? Weet je wel, neem je hamer en ga verder. Maar omdat hij bezig was antwoorden te zoeken of hij ergens aan mee zou doen of niet, zag hij al deze dingen niet. En het enige wat uitstond voor hem was het woordje doe mee. Zo Peter ging naar huis en vertelde zijn lieve vrouw, schat, we gaan het doen. Ik heb een antwoord gekregen van God. Nou, ze, hoe heb je het gekregen? Nou, dat was een advertentie van de boer. Van de welke beweging? Ja, maar dat maakt niet uit. Dus stond, doe mee, weet je wel. Dus dat is één voorbeeld hoe zoiets zou kunnen werken en hoe God tot jou zou kunnen spreken op een hele normale en dagelijkse manier. Nummer 2. Deze keer gaat het om Martin. Martin is adviseur en heeft dagelijks te maken met verzekeringen, hypotheken, spaarmogelijkheden, alles wat erbij komt kijken. Zo heeft hij heel veel contact met mensen. Nou, op een dag is hij onderweg naar een klant en hij krijgt problemen met zijn auto. Het is natuurlijk heel vervelend. Ja, hij moet de wegenwacht bellen. Hij moet wachten. De afspraak met de klant gaat natuurlijk niet door. Die moet ook bellen. Dus hij is bezig met zijn telefoon. Hij belt de klant, laat hem weten, ik kan helaas niet komen. Ik heb een probleem met mijn auto. En terwijl hij bezig is met zijn telefoon, ziet hij een telefoonnummer. En hij herkent het niet. Wat is dit nu? Komt dat nu weer vandaan? Nou, ik heb toch tijd, dus hij belt het nummer. En hij krijgt een man aan de telefoon die erg opgewonden klinkt.
En Martin voelt dat er iets mis is en hij vraagt waar de man woont. En het blijkt dat hij maar een paar honderd meter van deze plek waar Martin is blijven zitten met zijn auto vandaan woont. Dus hij gaat erheen en hij kan voor deze man bidden en hem naar Jezus leiden. Tot op de dag van vandaag weet Martin niet waar het nummer op zijn telefoon vandaan kwam. Zo, hier heb je weer zo'n situatie waar de Heilige Geest iets gebruikt. Hè? Waar de meeste mensen zouden zeggen, ja goed, dat je problemen met je auto krijgt is niet leuk, maar kan gebeuren, weet je wel. En dat je daar dan zit en verder niks kan doen, begrijp ik ook. Oké. Maar dat daar een nummer verschijnt waar je uiteindelijk dan ook deze resultaten mee bewerkt, is wel heel bijzonder natuurlijk. Maar zo werkt God. Derde verhaal. Lisa Wonteling. Ze heeft een baan met heel veel uitdagingen. Ze overweegt een andere baan te zoeken, maar ze weet niet zeker of dit een goed idee is. Ze bidt al een tijdje dat God een nieuwe deur voor haar zal openen. Op een conferentie ontvangt ze een profetisch woord dat God betrouwbaar, heel betrouwbaar is en haar niet in de steek zal laten. Ze hoeft niet bang te zijn, zei de Heer tegen haar, en je hoeft niet te twijfelen, want hij zal een deur voor haar openen. Ze is erg blij met het woord, maar ze blijft bidden dat de Heer haar de stappen zal laten zien die nodig zijn om deze profetie uit te laten komen. Kort daarna had ze een droom en zag ze zichzelf werken in haar nieuwe baan. Ze vroeg de Heilige Geest hoe dit zou gebeuren. En hij liet haar een vriendin zien die daar ook werkte. Niet lang daarna belde haar vriendin en vertelde haar dat het bedrijf op zoek was naar mensen met haar ervaring. En dat was alles wat ze nodig had om deze stap te kunnen zetten. Wederom, een situatie waar gebed is uitgegaan, een antwoord is gezocht. Een deel van het antwoord kwam via een profetie. Een deel van het antwoord kwam via een droom die als een soort bevestiging diende. En uiteindelijk was het dan die vriendin die natuurlijk met haar telefoneerde en zei, je moet komen, bedrijf zoekt mensen zoals jou. En dan kreeg ze een hele, hele mooie baan. Goed, ze wist het, ze zag de vriendin in de droom. Ze had de profetie van Heer dat de nieuwe deur open zou gaan. Zo wederom is dit een situatie waar God op een hele bijzondere manier, maar toch wel met dagelijkse dingen kan werken om je een duidelijk antwoord te geven. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want ik geloof dat de Heilige Geest eigenlijk alles kan gebruiken om onze aandacht te richten op wat er gaat gebeuren. Dat het niet alleen maar die dingen hoeven te zijn waarvan wij hopen dat die gaat gebruiken. Heel vaak wil je een beetje, hier, doe het toch op deze manier. En meestal functioneert dat niet. Maar hij kiest zijn manier om het te doen, maar het is duidelijk genoeg dat wij de weg te zien krijgen en uiteindelijk ook erop kunnen reageren. Nou, we weten het ook in de Bijbel van Jeremia. We kregen Jeremia, die kreeg ook dingen te zien. Hij kreeg een mandeltwijg te zien. Weet jullie nog? In Jeremia hoofdstuk 1, vers 11 en 12. En God verzekerde hem toen, zo zeker als een mandelboom in het voorjaar uitbood, zo zeker laat ik mijn woorden uitkomen. En toen kreeg hij een gloeiende hete kookpot te zien, die uit het noorden leunde. En helaas speelde er natuurlijk niet veel goeds voor het volk van Israël. Maar wederom twee verschillende dingen, objecten die hij deze profeet liet zien. En hij hem ook vroeg, wat zie je? Nou, heel duidelijk, dit is wat ik zie. Nou, stel je voor dat de Heilige Geest met jou praat. En dat jij ergens naar aan het kijken bent en dat je ook dit hoort. Wat zie je? Nou, ik zie een schilderij. Ik zie een schilderij met bloemen. En dat de Heer dan tegen jou zegt, net zoals deze bloemen zal ik jouw leven ter bloei laten komen. En in de komende weken enzovoort enzovoort. En ik bedoel maar dat wederom zoiets wat al dagelijks is, iets dat bekend is, kan God gebruiken om juist een boodschap te geven die dat bevestigt wat je nodig hebt op dat moment. En ik begrijp dat als je zulke dingen deelt met andere mensen, ze zullen zeggen, nou zeg je bent gek, de beeld zegt mij helemaal niks. Nee, het zegt jou ook niks, omdat jij niet op zoek bent naar dat waar ik op zoek was. Maar juist omdat ik ernaar gevraagd heb, was dat mijn antwoord. En ik heb het ook gehoord. En dat is juist het bijzondere, dat de Heilige Geest onze taal kent. Hij begrijpt de taal die jij verstaat. We hebben het toevallig vanavond over accenten en talen gehad. Oh ja. Dat bepaalde streken in Nederland, dan denk je dat je in het buitenland bent. Omdat de mensen op een manier praten, daar kom je echt niet meer mee. Het hoeft niet alleen Limburgers te zijn natuurlijk. Maar ik wil dat we begrijpen dat de taal die God tot ons gaat spreken, één is die wij kunnen verstaan. Maar die is ook voor ons, op ons uitgelegd. Dus met andere woorden, zoals jij bent,
Zoals Robin bijvoorbeeld dingen begrijpt vanuit zijn kennis in het leven, zo zal God in hem spreken. Maar voor Wieke is het misschien heel anders. Want Wieke is niet dezelfde persoonlijkheid als Robert. Zo wie gaat er bij een hele andere meer? Gaat hij gehoor krijgen hoe God in hem spreekt? Maar hij begrijpt hoe de Heilige Geest in hem spreekt, want hij kent deze taal. Maar Robert kent de manier waarop hij het met hem doet. Maar het is nog steeds dezelfde Heilige Geest. En dat is juist het mooie, dat we nooit bang hoeven te zijn dat het ons voorbij gaat. En ook niet moeten wensen, oh, ik wens dat de Heilige Geest ook zo tot mij zou spreken. Nee, dat gaat hij nooit doen. Hij gaat het jou spreken zoals jij het ook kunt horen. En dat is juist het fijne. Dus ook hier in deze situatie zien we gewoon die objecten die ook Jeremia te zien kwam. En God heeft natuurlijk aangegeven waarvoor deze dingen ook stonden. En ik denk dat God altijd onze aandacht zal vestigen op wat er gaat gebeuren. We zullen heel veel te zien krijgen, heel veel te horen krijgen. En ik zat terug te denken aan Jesaja, toen hij vervolgd werd van hoe heet ze ook alweer, Izebel. En toen ging hij op de berg, weet je wel. En toen dacht hij, ik ben de enige profeet die nog over is gebleven. In ieder geval, het hele verhaal ging zo voort verder. Hij heeft toen God ontmoet op deze berg. En er was een sterke windvlaag en God was niet in de windvlaag, weet je nog. Toen kwam er vuur en hij was niet in het vuur enzovoort. En er kwam een zacht briesje. En toen hoorde hij de stem van God zeggen, wat doe je hier? Dus ik zie een spectrum hoe God met ons kan communiceren dat heel luidruchtig kan zijn. Als een hevige windvlaag. Ik kan het zien waar het is hot, het is echt heet, weet je wel. Waar je echt denkt, woe, weet je wel. Als vuur. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je op een heel stil moment gewoon eventjes iemand hoort fluisteren. En dat God in deze dingen is en uiteindelijk ook daardoor onze aandacht trekt. En ik denk dat het belangrijkste is in al deze dingen, dat wij de boodschap herkennen die God aan ons wil geven en dat we deze ook gehoorzamen. Dat we dan niet aarzelen, maar dat we ze moeten luisteren. Als je gevraagd hebt, je antwoord gekregen hebt, dan moet je handelen. Dan is het niet het punt om te zeggen, nou ja, ik ben me niet zeker, laten we nog maar een keertje proberen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook de Heer vertrouwen, hè, en weten dat Hij ons leven kan transformeren. En het kan transformeren in een door Hem geleid leven. Dat vind ik juist zo mooi. Een leven dat door Hem geleid is. Een leven waarvan we weten, dat had ik zelf niet op deze manier kunnen doen. Dat is echt God geweest. God heeft het kunnen doen in mijn leven. Dus er zijn nog een paar dingen die ik je vanavond mee wil geven. En vanavond wil ik graag, nu dat ik jullie deze verhaaltjes verteld heb, hoe God op mogelijke manieren met ons kan spreken. Ik wil dat we vanavond gewoon even gaan kijken hoe de Heilige Geest tot ons kan spreken door bijvoorbeeld een bord. Hè, ik heb een fotootje meegebracht, ik ga het jullie even laten zien hier. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld een ene. Je bent aan het rijden in je auto. En dit zijn die hele grote reclameborden die je aan de snelweg ziet. Waarschijnlijk meer in de Verenigde Staten als hier in Nederland. Maar in ieder geval is het een hele grote borden. En dan kom je er eentje tegen. Er staat erop, nooit de hoop opgeven. Moed. Nou, een hoop mensen rijden voorbij. Elke dag opnieuw. En die kijken dat aan. Denken, oh, is een reclamevries. Geen idee waarvoor die reclame staat, weet je wel. Maar na een tijdje beginnen ze dat een beetje te herkennen. Maar het zegt het verder niks. Maar laten we zeggen dat jij op een situatie bent in je leven waar het je echt niet goed gaat. Je voelt je een beetje hopeloos, vermoeid. Je hebt het gevoel, alles gaat mis. Het gaat me gewoon niet goed. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik heb bemoediging nodig. Heer, weet je wel. En laten we zeggen dat je net in je auto zit, je rijdt op de snelweg. En je kijkt naar de kant en je ziet dit. Nooit de hoop opgeven. Heb moed. Dan is dat voor jou waarschijnlijk het antwoord op je gebed. Waar je meteen herkent, wauw, weet je wel. En wederom, je kunt naar huis gaan, je kunt vrienden, kennissen vertellen, hè, hoe God het gedaan heeft. Ze zullen zeggen, nou joh, ik rijd elke dag voorbij, maar hij zegt het niks. Ja, dus het is zo bijzonder hoe God deze dagelijkse dingen kan gebruiken om tot ons te spreken. Dat is, ja, ik weet niet hoe ik het anders zal zeggen. Ik zal je nog eentje laten zien. Durf de sprong te wagen. Nou, dit is een advertentie van Nike. Ja, van Nike natuurlijk. Dat zien we ook met een klein checkmark. Weet je wel, een klein vinkje dat daar staat. Maar
Durf de sprong te wagen. Nou, denk eens na waarvoor dat zou kunnen staan in jouw leven. Laten we zeggen dat je bezig bent met iets en ik weet niet of ik het zal doen, maar echt niet, Heer. Weet je, ik ben zo vertwijfeld en aan de ene kant ja, aan de andere kant nee. En wat gaat er nou gebeuren? En je gaat bidden en je bent, weet je wel, je bent bezig. En wederom, je zit in je auto en je praat met de Heer en plotseling kijk je en dan durft de sprong te wagen. Wauw! Dank u wel, Heer. Ja, dat is mijn antwoord. En wederom zoiets dat je dan pakt, waarvan je zegt, wauw, dat is een reclamebord. Net zoals onze klusjesman aangesproken werd door een advertentie om mee te doen, heeft dit reclamebord ervoor gezorgd dat je een bevestiging kreeg om deze sprong te wagen. En weet je, en ik heb geleerd over de jaren dat die dingen die wij soms zoeken eigenlijk direct voor ons liggen. Ze zijn niet moeilijk te vinden. Oké, ze zijn direct voor onze neus. Komen ze opdagen. En juist waar heel veel christenen proberen heel diep te gaan, weet je wel. Dat antwoord te zoeken dat God heeft. Weet je wel, naar meetings en weet je wel, zalvingen en dit, dat, zoeken. En dan gaan ze naar huis en dan komt het eenvoudige antwoord, komt thuis. Er iemand die eventjes aan de deur klingelt en hun begroet en iets zegt. En ze staan daar en die persoon zegt, alles oké met jou? Ja, met mij is alles goed. Je begrijpt je bedoel. Dus we moeten het niet te moeilijk maken. We moeten juist beseffen dat de Heilige Geest op een hele gemakkelijke manier met ons kan praten. En met dingen die eigenlijk met die we vertrouwd zijn. Waar we kunnen zeggen, ja, dat ken ik. Dat ken ik. Heer, ik dank u. Dank u voor de woorden die u mij heeft gegeven. Dus laten we ook in de toekomst juist die dingen waarnemen die waargenomen moeten worden. Maar die ook een deel van ons dagelijks leven uitmaken. Maar op een hele andere manier te ons kunnen spreken als we voor wijs hebben gehouden. En ik denk dat daarin juist die antwoorden liggen die wij zoeken. En dat juist die dingen tot ons kunnen spreken zoals niets anders.